De regering heeft in de afgelopen periode gewerkt aan het verhogen van de steun voor reguliere begrafenissen. Ook zijn er protocollen ontwikkeld om families bij te staan met de begrafeniskosten voor personen die zijn overleden aan het COVID-19-virus. Minister Irakwit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zegt dat het besluit hiertoe genomen is aan de hand van de financiële crisis die momenteel heerst in ons land. Het ministerie heeft op basis van een ingediend voorstel reeds goedkeuring verkregen van de RVM. En ik zal ze dan sommeren om 1. De overheidsbijdrage aan reguliere uitvaarten welke niet gevolgd zijn van COVID te verhogen. Wat toen was 2000 SRD, wat achterhaald is, naar maximaal SRD 5000 te brengen per overledene. Het gaat ook natuurlijk erom dat bij het monitoren en het inventariseren van de bepaalde cases, dat we hebben gezien wat de verschillende offerten zijn. En dat de verschillende gezinnen daar niet kunnen uitkomen. Beste voorzitter, punt 2. De overheidsbijdrage bij uitvaarten als direct gevolg van COVID vast te stellen op maximaal SRD 10.000 per overledene. Punt 3. Indien binnen een gezin meerdere personen zijn overleden als gevolg van COVID, zal de overheid SRD 10.000 maal het aantal overledenen uitkeren dan wel tegemoet te komen. En punt 4, en heel belangrijk, indien binnen hetzelfde gezin de beide ouders of verzorgenden aan de gevolgen van COVID zijn overleden, de uitvaartkosten geheel worden gedekt door de overheid als de overledenen minderjarig of kunnen aantonen dat zij niet in staat zijn de kosten te dekken. De ingangsdatum van deze uitbreiding en verhoging is per 1 juni 2021. En daaraan werk ook het ministerie om natuurlijk ervoor te zorgen dat de informatie eruit gaat en dat het wel goed en correct naar buiten gaat, zodat de samenleving goed geïnformeerd is. Minister Irakwit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting vandaag in de Nationale Assemblée. Hij geeft aan dat door de heersende crisis nu niet alleen families van COVID-doden financiële steun nodig hebben. De kosten bij andere reguliere uitvaarten is soms moeilijk betaalbaar voor nabestaanden van niet-COVID-doden.